Ja, en nadat we de moederdag natuurlijk ook de revue hebben laten passeren op de late avond, ontkomen we er natuurlijk niet aan om ook de vaderdag naar de vaderdag te gaan vragen. Hoe vult u die dag in? Is er überhaupt sprake van een vader? Of gaat u misschien naar een schoonvader? Dat kan natuurlijk ook. En hoe wordt die vader dan in het zonnetje gezet? Of hoe krijgt hij aandacht op deze speciale dag? En doet u er überhaupt iets aan vaderdag? Mijn vader is ondertussen overleden. Maar de kinderen doen wel aan vaderdag. Dus hij wordt echt wel in het zonnetje gezet. En ja, dan hoor ik bij moederdag altijd dingen als ontbijt op bed. Ja. Maar wat gebeurt er? Ja, Engels ontbijt. Engels ontbijt? Speciaal ontbijt, ja. Wat hij lekker vindt? Ja, wat ik... Nee, ja. Ja, wat vader lekker vindt. Oh, wat vader lekker vindt. Ja, nee. Vindt hij dat lekker, Engels ontbijt? Jawel, zeker, ja. Zeker. Hij zit nu ook in Engeland. Dus hij heeft allemaal al fotootjes doorgestuurd. Wat hij allemaal voor orbert zo 's morgens. Nee, dus, vandaar. Dan wordt hij echt in de watten gelegd met een ontbijt wat daar juist. Ja, 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 ja. Oh, mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Ja, zeker. Als mijn eten klaar is, ben ik weg. Het is mij heel snel. En ik zie een kind en de vaderdag komt er weer aan. Wordt u als vader in de watten gelegd? Zeker weten. Mooi flesje whisky vaak. Zo. Een lekker spulletje voor in bad of onder de douche. Dat soort dingetjes. Nee, ze doet erg de best. En ontbijt op bed. Ontbijt op bed? Maar andersom is het ook allemaal zo. Ik heb haar ook in de watten gelegd. Ja, ik wou net zeggen, mijn moeder, daar gooi je dat vaak ontbijt op bed en zo. Op bed niet, maar wel. Ik ga eerder uit bed om dat allemaal lekker op tafel neer te zetten. Klinkt goed. Ja. Nou ja, en hoe gaat de dag verder? Is er nog iets geregeld dan of zo? Of ja? Ja, koffie, gebak, van alles en nog wat. De kleinkinderen komen dan natuurlijk mee. Opa wordt vertroeteld. Tekeningen. Ja, er wordt wel heel wat aan gedaan. Ja, het klinkt als een verjaardag. Ja, 's middags is alles weer weg. Dus rond een uur of 11, dan komt het bij elkaar. En om een uur of 2:30 is alles weer weg. Okay. Dus dan hebben wij het weer te rijk alleen. Nee, ik vind het gewoon allemaal commercieel. En dat is... Nee, voor mij hoeft het niet. Nou, jij kan vader in het zonnetje zetten op een andere manier zonder iets te kopen of zo. Ja, nee, maar kijk, mijn vader, schoonvader, die zijn er niet meer. Ja. Hè, dus dan moet het alleen van de kinderen komen. En nee. Kinderen iets voor u doen? Ja. Ja, nee, de kinderen zijn de deur uit. Oké, die zijn de deur uit. Dus... Maar komen ze speciaal ook zo vader, misschien? Nou, ook niet. Nee. Nee. Maar het ligt ook in hun werkzaamheden en de woonafstand. Dus... Tuurlijk, ja. Nee. Wat vind jij ervan, Daniel? Ik ga gelijk naar jou toe. Ja, heeft er wel een mening over. Oké, vaderdag. Ja, je hebt geen vader meer, maar dan vieren ze allemaal vaderdag om jou heen, denk ik. Andere vriendjes en zo. Wat zeg je dan over jouw vader? Ik zeg niet echt wat. Dan maak ik gewoon wat voor mijn opa en oma. Ja, dat kan ook. Ja. Dus vaderdag is meer voor richting de opa en oma. Ja. Wat doe je dan met vaderdag? Maak je een tekening of een cadeautje? Dat. Ja. Ja. Zoiets. Dat, ja. Oké. Dat wat ze doen op school. Dat wat ze doen op school. Het wordt op school vaak voorbereid, vaderdag. Dat is wel ongeveer het idee, hè, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Ja. Wat gebeurt er dan op school? Er wordt wat geknutseld, toch, Daniel? Ja. Verder ben ik er natuurlijk niet bij. Maar of wat gemaakt of... En wat nog meer doen ze dan, Daniel, met vaderdag? Want ik maak ze knutseldingetjes, tekeningen en leuke dingen van... Papier, karton, zo, hout. Dus dan kun je op school notabene een leuk cadeautje maken voor iemand? Ja. Yes. Goedemiddag mevrouw. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb het al haast, maar ik ben later op de afspraak. Een paar minuutjes, het gaat over vaderdag. Doen we nog iets aan de vaderdag? Ja, leuk houden zo. Goeie traditie. Maar wat doet u eraan? Hoe vult u het in? De vader van de kinderen ook wat geven. En de schoonvader. Het gaat om de aardigheid. Ja, ja. Voor de lol. Ja. En maar wat is het? Cadeautjes? Of alleen maar aandacht? Kan van alles zijn. Iets leuks doen, een cadeautje, iets gemaakt. Dat is heel lang geleden. Wat deed u dan? Wat deed ik toen? Ja, gewoon die kinderdingen. Toen waren ze nog bij elkaar en toen had ik nog contact met hem. En nu niet meer. Oh. Nou is hij wel overleden, maar... Ja. Zeg maar nadat ze gescheiden zijn, ja, nog heel even contact met hem gehad, maar daarna niet meer. Nee, logisch dan, zo gaat dat dan. Kijk, als je zegt voor moederdag, ja, je moet altijd lief zijn voor je moeder. Ja. En niet alleen op moederdag. Goeie. Nou, dat geldt ook voor vaderdag misschien wel, toch? Ja. Ja,
Meeste tijd geef ik mijn man een cadeautje, want ik heb geen vader meer en geen schoonvader. Dus vandaar. Maar ja, ik vind het wel iets hebben. Ja. Iets speciaals. Ja, tuurlijk. Gaat dat twee kanten op als het moederdag is? Dat u... Ja, dan word ik ook verwend. Okay. Door man en kinderen. Dus. Verder, gaat die vaderdag nog verder tot in de avond? Of is nou, het alleen... Zeker. Ik mag kiezen wat ik ga eten natuurlijk. Maak het al vaak wel zelf, want dat vind ik leuk. En lekker een drankje erbij, flesje wijn, een borreltje. Dat is echt een traditie. Absoluut.